Ze wordt ook wel duivelsvrouw genoemd. Kim Yo-Jong, de zus van de leider van Noord-Korea, Kim Jong-Un. De bijnaam heeft ze onder andere te danken aan haar reputatie als meedogenloze moordenaar. En het is zij die het stokje van haar broer overneemt, mocht er iets met hem gebeuren. Ik ga erover praten met Marcel Vink. Ja, je bent natuurlijk... Oud correspondent Oost-Azië. Ja. Dus vandaar dat jij het een en ander weet over deze twee mensen. Ja, nee, dus zeker. Ik heb me er vaker in verdiept. Dus... Hoe komt zij nou echt aan die bijnaam? Ja, ze komt aan die bijnaam omdat zij een deel van de taken van haar broer heeft overgenomen. Hè. Ik bedoel, de Kim Jong-un, de, de grote leider van Noord-Korea, die heeft natuurlijk heel veel werk te doen. Um, zij is een belangrijke vertrouweling van hem. Hè. Ze hebben ook samen gestudeerd in Zwitserland bijvoorbeeld. Um, en zoals we weten is, uh, is het zo dat mensen die over de schreef gaan in Noord-Korea, die uh, komen daar niet heel makkelijk mee weg. Uh, die worden gestraft. En zij is voor een deel verantwoordelijk uh, geweest voor, uh, nou ja, voor het straffen van deze mensen. En dat gebeurt in Noord-Korea over het algemeen niet uh, zachtzinnig. Nee, en dan heb je het over propaganda, geloof ik, uh, rondom de familie ook. Ja, zij is inderdaad ook minister van propaganda geweest. Dat uh, klopt inderdaad. Dus hij heeft meerdere taken van haar broer uh, overgenomen. En uh, nou ja, ze komt steeds wat meer in beeld. Dus het is wel duidelijk dat zij een, een belangrijke uh, functie vervult. Is natuurlijk ook zijn zus. Hè? Daardoor vertrouwt u haar natuurlijk ook veel ja. meer dan andere mensen hè, die het op de familie voorzien zouden hebben. Dus uh, nee, zij is uh, belangrijk, absoluut. Ja, je zegt uh, niet uh, zachtzinnig gestraft, waar moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, het probleem is een beetje, we weten natuurlijk niet in Noord-Korea welke verhalen er kloppen. Hè. Er ja. zijn natuurlijk uh, in de loop der jaren veel verhalen uh, in de media verschenen. Hè. Uh, verhalen van een, een, een anti-tankwapen dat iemand wordt afgeschoten. Uh, verhalen van een roedelhonden die aan, aan de ledematen worden vastgemaakt en dan met z'n allen wegrennen. Of paarden is ook wel eens genoemd. Nou, of dat allemaal klopt, is een beetje de vraag. Maar we weten wel dat er publieke executies zijn. Um, en dat gebeurt dan op grote pleinen in de hoofdstad Pyongyang. Daar moeten overigens ook mensen verplicht aanwezig zijn. Hè? Want iedereen moet natuurlijk zien waar de leider, of in dit geval de leiders, toe in staat zijn. Hè? Zodat de bevolking ja. ook angst wordt aangejaagd. Ja. En ze dat zelf wel uit hun hoofd halen om ook iets uit te uithalen wat niet is toegestaan. Dus uh, ja, dit soort dingen gebeuren. Maar hoe dat precies gebeurt, ja, daar is weinig over bekend. Precies. Is zij nou erger dan haar broer? Uh, ik weet niet of zij erger is. Uh, ik denk dat, ze, dat de hele familie uh, maakt zich schuldig maakt uh, nou ja, aan, aan dit soort praktijken, ja. zou je kunnen zeggen. Maar hoe die verdeling precies is, uh, dat weten we niet. Uh, kijk, ze wordt natuurlijk niet voor niks de duivelse vrouw genoemd. Nee, dus ze heeft wel degelijk wat, wat op haar kerfstok. Uh, maar duidelijk is wel dat ze gevreesd wordt. Hè? Dus mensen die inderdaad voor, uh, voor de familie werken, die. Uh, zijn ook verhalen dat die haar niet durven aan te kijken, hè? bang dat ze en dan zou je zeggen bang dat ze worden gestraft, nee, bang dat ze een belangrijke functie krijgen en dat ze in die belangrijke functie uh, falen, want ja. dan is je straf natuurlijk nog uh, veel erger. Ja. En dan kun je natuurlijk uh, heel lang in een uh, werkkamp uh, terechtkomen uh, of erger. Ja. Ze ziet er best onschuldig uit, zo uh, op het eerste gezicht. Ja, nee, dit is best een mooie lang ja. uh, Zwart glanzend haar, mooie amandelvormige ogen. Maar, uh, dat en op de Olympische Spelen geweest, uh, zien we ook? Ja, de Olympische Spelen in Pyongyang in 2018 was eigenlijk voor het eerst dat ze echt in, in de picture kwam. Hè. Uh, ze, was daar, uh, ze heeft overigens rond die periode ook de hand geschud met de Zuid-Koreaanse president Moon, hè, die toen nog aan de macht was. Uh, heeft ze later fel maar uh, uitgehaald. Hè. Ze noemde hem onder andere een, een uh, onbeschofte hond, geloof ik. Hè. Dat soort termen is wel gebruikt. Maar goed, dat weten we natuurlijk van Noord-Korea. Aan de ene kant kunnen ze heel vriendelijk handen schudden. Ja. En vervolgens zijn ze weer weg. En dan worden mensen weer voor rotte vis uitgemaakt. Dus ook dat is niet heel opmerkelijk. Maar ja, dit was eigenlijk voor het eerst dat zij voor het oog van de wereld uh, uh, te zien was. Ja, en hoe groot is, uh, is nou de kans dat zij het stokje gaat overnemen van haar broer? Ja, ja ik, ik, ik weet dat niet precies. Uh, en dat komt omdat... Uh, Kijk, Noord-Korea is natuurlijk een hele patriarchale gesloten. samenleving, gesloten, ja. maar ook patriarchaal. We hebben natuurlijk Kim Il-sung gehad, hè. dat was natuurlijk de grote leider van Noord-Korea. Ja. Die is volgens mij in 1994 overleden en is toen opgevolgd door zijn zoon uh, Kim Jong-il. Nou, die is in 2010 of 11, volgens mij 11, is die overleden en toen kwam Kim Jong-un aan de macht. Maar Kim Jong-un, die heeft dus ook drie kinderen. De oudste daarvan is een zoon. Dus ik zou zeggen dat normaal gesproken de oudste zoon, dat die de troonopvolger wordt. Want Kim Jong-un is nu volgens mij 40 jaar. Mm -hmm. uh, er wordt wel gezegd dat hij met wat gezondheidsproblemen kampt. Maar in principe zou hij nog wel heel wat jaren voort moeten kunnen. Uh, we weten dat zijn oudste zoon, maar we weten dat niet zeker. zou in 2010 geboren zijn. Dus die is nu 13 of 14 jaar. Nou, als je een beetje kijkt naar een land als China bijvoorbeeld. Hè, de laatste keizer van China. die was drie jaar toen hij de troon besteeg. Dus je zou kunnen zeggen: dan is 14 jaar alweer een stuk ouder. Ja. Uh, maar goed, op dit moment zal dat nog niet gebeuren. Dus ik denk, mocht er nu iets met Kim Jong -un gebeuren, dan zal zij waarschijnlijk de belangrijkste taken overnemen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat de oudste zone echt zijn ofroge gaat worden. Ja, en over die geruchten over de gezondheid van Kim Jong Un, ja, dat is eigenlijk ook lastig hè, te verifiëren. Ja, ook daar weten we weinig van. Er is gezegd dat hij een maagverkleining heeft gehad vanwege zijn uh, enorme gewicht. Nou, dat is uh, duidelijk te zien op de beelden die er van hem zijn. Ja. Er wordt gezegd dat hij diabetes heeft. Er wordt gezegd dat hij slapeloosheid heeft. Met corona werd er ook. Met heel corona, veel ja, corona, zeker dat hij uh, door corona zou, zou zijn getroffen. En zoals we weten, is het uh, met mensen met overgewicht. Die, uh, ja, die lopen meer risico ja. bij een coronabesmetting. Ja. Um, het is ook zo dat het land met corona echt helemaal op slot ging. Nou was Noord-Korea Noord natuurlijk al op slot, maar nog meer dan het al was. En dat zou dan te maken hebben met de angst voor corona. En ja, dan vooral de angst dat er wat met Kim Jong-un gebeurt. Ja. Dus er doen allerlei verhalen de ronde over zijn gezondheid. Maar ja, net als met alle andere verhalen, um, uh, heel veel is ook speculeren. We weten veel dingen niet zeker. Maar uh, één ding weten we wel. Hij is nog steeds aan de macht. Marcel Vink, dank je wel. Okay.